boekje Openbaring natuurlijk ook een heel moeilijk boek. Ik hoor heel vaak om me heen zeggen, dominee, u moet niet in de verborgenheden van de Here proberen door te dringen. Ik denk juist dat het boek Openbaring door God aan ons is gegeven, opdat wij de verborgen dingen zouden verstaan. Openbaring betekent ook letterlijk in het Grieks onthulling. Er ligt een kleed over. En het boek Openbaring haalt dat kleed weg, zodat het onthuld wordt wat de toekomst brengen mogen. Want zo begint ook het boek Openbaring. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die met haast geschieden moeten. En we weten allemaal dat Johannes op het eiland Patmos was in het jaar 95 na Christus. En dat hij dat boek heeft opgetekend in opdracht van de Here. En dat hij brieven gestuurd heeft naar de 7 gemeenten in Klein-Azië. Daar gaan de eerste 3 hoofdstukken over. En dan komen we aan hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 22, waar het gaat over de toekomst. Ik zal u gelijk even iets schokkends zeggen. Ik hoop niet dat u zo geschokt bent dat u niet meer verder luistert. Maar ik denk dat vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 22 dat allemaal nog gebeuren moet. Heel veel mensen denken dat we in hoofdstuk 18 zitten of zo. Of sommigen zelfs in hoofdstuk 20. En denken het einde van het boekje Openbaring, dat is het einde van de wereld. Waarom zeg ik dit? Ik kan dat denk ik ook wel bewijzen. Als we bijvoorbeeld op de Pinksterdag horen uit de mond van Petrus, dat hij zegt, heden is de schriftuurplaats van Joël vervuld geworden. En je slaat Joël erop na, dan denk je, ja maar Petrus, de maan verduistert en de zon verduistert en sterren zullen vallen van de hemel, dat is helemaal nog niet vervuld. Zo denk ik dat je in het Oude Testament heel veel profetieën hebt die lagen hebben. En dat de bovenste laag, zou je kunnen zeggen, vervuld is geworden in Handelingen 2. Maar dat de letterlijke, diepe betekenis van Joël 2 nog in de toekomst ligt. Ik denk dat u zo ook het boek Openbaring moet lezen. Kijk, toen de 2 vliegtuigen in de Twin Tower vlogen, toen zei iedereen, we zitten in Openbaring 18. Het grote Babylon is gevallen. Was natuurlijk helemaal niet waar. New York was geen Babylon. Maar je ziet dan wel lijnen lopen uit het boek Openbaring. En je zou zeggen, een soort voorbodes. Die ons vooraf soms iets laten zien wat er straks in de werkelijkheid moet gaan gebeuren. Dus ik geloof van hoofdstuk 4 tot het einde van het boek Openbaring dat het toekomst is. Ja, maar zal u zeggen, de reformatoren hebben ook vaak gezegd, nou, de reformatie wordt genoemd in hoofdstuk 13. Ja, lijnen die lopen inderdaad, diezelfde God die handelt, maar het is niet de letterlijke vervulling van het boekje Openbaring.